En toen lag ik plat op mijn buik in de modder van de kwade hoek. Nou, het was nat en koud, maar ik kreeg er ook iets voor terug. Namelijk deze prachtige wulpen. Deze wulp zat zich te poetsen in de branding. Eerst maakte hij zijn snavel schoon. Die lange, kromgebogen snavel. En vervolgens poetste hij zijn veren. Om dan, nadat hij klaar was, de modderbank op te lopen. En daar voegde zich een tweede wulp bij. En die begon een beetje schijnaanvallen uit te oefenen op die eerste. Maar later bedacht ik me dat dit geen schijnaanvallen zijn. Dit is hanengedrag. Als je goed kijkt, dan zie je dat de snavel van die tweede wulp iets korter is dan de snavel van de eerste wulp. En bij wulpen is het zo dat het vrouwtje de langste snavel heeft. En inderdaad, als je goed kijkt, dan zie je dat de snavel van die tweede wulp wat korter is. Dit is hanengedrag. Dit is al een begin van baltsgedrag. Dat mannetje heeft al voortplantingsideeën in zijn kop. Je kunt er maar vroeg genoeg bij zijn. Het is nog winter. Daar op die modderbank liepen natuurlijk ook scholeksters rond. En tot mijn grote verrassing ook rotse grutto's. Ja, dat is ook mooi om die bezig te zien. Ze peuren met hun snavels diep in de grond om er dan vervolgens een pier of een zager uit te trekken. Feilloos weten ze dat te doen. Als ik een pier uit de grond trek, dan breekt hij meestal af. Maar zo'n vogel, zo'n rosse grutto, trekt hem in zijn geheel zo uit de bodem. Nou, even het wat leven in de kwade hoek. Met op de achtergrond ook nog de grote mantelmeeuwen. Een groepje grote mantelmeeuwen wat toekijkt vanuit de verte. Nou, wanneer je vanuit de buitenhaven van Stellendam over dat watgebied kijkt, zeker bij laagwater, dan zie je daar massa's watvogels.